Van klanten krijg ik heel vaak te horen dat ze heel lang hebben kunnen functioneren op een bepaalde mate van discipline, uh, die ervoor zorgde dat ze hun werk netjes deden, dat ze goed voor zichzelf zorgden qua sport, qua slaap, qua voeding, noem het maar op. Um, en dat op het moment dat ze eigenlijk dat persoonlijke proces induiken, dat het dan ineens niet meer zo goed lukt om. Die discipline iedere keer weer in te zetten, of dat het steeds moeilijker wordt om die discipline nog op te brengen om datgene te doen zoals ze dat altijd deden. En het zit hem daar al een beetje in. Het discipline, dat ontwikkel je om iets op een bepaalde manier te doen. Ik zelf zie discipline echt als een afspraak die je maakt. Uh, in eerste instantie met jezelf. van ik doe de dingen op deze manier. Um, en dat is gewoon hoe ik het doe, dus doe ik dat. Want ik ben ervan overtuigd dat dat goed is. Ja, dus op die manier raak je gemotiveerd, eh, je komt in actie en je raakt gedisciplineerd door het vaker te doen. Daardoor creëer je een bepaalde routine. Ja, dit is gewoon hoe jij het doet. Alleen op een gegeven moment, zeker wanneer je aan jezelf gaat werken, is het niet meer zo gewoon om dingen op een bepaalde manier te doen en dan voelt het alsof je tegengewerkt wordt door iets waar je zorgvuldig discipline rondom had opgebouwd en dat het bijvoorbeeld ineens heel veel moeite kost om je werk af te maken, heel veel moeite kost om nog uh, naar buiten te stappen en te gaan sporten bijvoorbeeld of uh, om gezond te eten. Nou ja, dat soort dingen ineens lijkt het wel alsof die discipline gewoon op is. Nu wordt er ook wel vaak gezegd, discipline is een spier en die kan dus ook vermoeid raken. Maar ik geloof persoonlijk dat daar ook nog een onderlaag in zit. Um, want op het moment dat jij discipline gaat opbouwen om iets op een bepaalde manier te doen, dan ben je dus een bepaalde waarheid aan het kaderen. Dus stel jij gelooft uh, deze manier van eten die is het allerbeste voor mij. Dus breng ik de discipline op om dat te doen. Dat is jouw veilige kader. Want jij hebt een bepaalde waarheid, die waarheid die voelt veilig, dus daar handel je naar. Of wanneer je hem um, met, met werk bijvoorbeeld bekijkt, dat je denkt. Oké, okay, um, ik heb deze takenlijst en ik begin daar s ochtends aan en die ga ik allemaal afzetten vinken. Als dat voor jou als veilig voelt, hè, zeker uh, wanneer je bijvoorbeeld heel uh, perfectionistisch bent ingesteld of wanneer je iemand bent die uh, de, de lat altijd hoog legt voor zichzelf. En nee, dat hoeft niet altijd hetzelfde als perfectionisme te zijn. Uh, dat je heel gedreven bent, dat je al snel het idee hebt dat je, zelf niet, dat je niet goed genoeg bent, um, dan is de neiging groter om heel gedisciplineerd dingen op een bepaalde manier te doen. Maar. Dat is natuurlijk aan de ene kant goed, want daardoor krijg je gedaan wat je gedaan wilde hebben. Alleen dat persoonlijke groeiproces waar iedereen vroeg of laat onverhoopt in terecht gaat komen, um, dat zorgt ervoor dat er als het ware een vergrootglas wordt gelegd op al die dingen waarom, waar jij gedisciplineerd aan hebt gewerkt. Alles wat jij als normaal had um, aanschouwd of, of had. Uh, ja, als wat jij normaal hebt bevonden, um, wordt onder vergroot gelegd. In de zin van de kaders die jij hebt bedacht, kloppen die eigenlijk wel? Zijn die in jouw hoogste goed? Is dat wel wat jij aan zou moeten pakken? Is dat wel de manier waarop je dit zou moeten doen? Past die manier van eten eigenlijk wel bij jou? Of heeft die bij jou gepast en nu niet meer? Uh, die manier van werken, hoe gezond is dat eigenlijk voor jou? En daarbij is het heel belangrijk om te beseffen dat op het moment dat jij dus discipline uh, creëert voor iets, dat je dat kader vormt, maar dat dat kader ook een vlucht kan zijn. En dat is wat een persoonlijk proces in gang zet. Uh, dat laat jou zien waar je voorheen van weg bent proberen te lopen. Um, dus. Stel dat jij jezelf niet goed genoeg voelt en je denkt, oké, okay, dan ga ik altijd hard werken. Dat kan een onbewuste keuze zijn die je maakt. De lat ligt hoog, ik ga hard werken, hoppakee, we gaan ervoor, ik ga alles perfect doen. Hè? Niemand besluit dat letterlijk, maar dat is in je onderbewuste wel wat er uiteindelijk gebeurt. Dus jij gaat gedisciplineerd aan de slag. Wat vermijd je daarmee? Een bepaalde maat van afkeuring. Je probeert de kans op falen zo klein mogelijk te maken. Niemand faalt natuurlijk ooit echt. Um, maar het kan wel heel pijnlijk zijn als je voelt alsof je faalt. Dus je, je pakt die discipline eigenlijk op om niet geconfronteerd te hoeven worden met je eigen pijn. En dat staat natuurlijk een lijnrecht tegenover een persoonlijk groeiproces. Want in zo'n groeiproces wordt je juist geconfronteerd met je eigen pijn. Word je uitgenodigd om die pijn aan te kijken. En wat gebeurt er dan? Ineens lukt het dan niet meer om die discipline op te brengen voor al die dingen die je voorheen met gemak deed. Ik herken dit heel erg. Ik heb een periode gehad waarin het gewoon niet meer lukte om ook maar iets op discipline te doen. Um, omdat alles waar ik discipline voor opbracht was een soort van uiting van... Uh, ik moet hard werken, ik ben anders niet goed genoeg. En maar doorgaan, ik moet alles in mijn eentje doen. Noem het maar op. Dus... Eigenlijk nodigt dat systeem jou uit om aan te kijken wat je aan hebt te kijken. En te kijken naar hè, die waarheden die ik aan heb genomen over mezelf en over mijn leven. Passen die nog wel bij mij? En wat je dan ziet is dat als je dat aankijkt uh, en nagaat op welke patronen eigenlijk of welke overtuigingen jouw uh, gedisciplineerde acties waren gebaseerd dan pas ga je zien dat daar verandering in kan komen. Um, een mooi voorbeeld van mezelf voorbeeld, is: ik heb sporten. Ik heb altijd heel erg veel gesport. Tot mijn 18, 19, daar ergens. Um, in de tussentijd ben ik chronisch vermoeid geworden, maar zodra ik maar even kon, dan ging ik weer keihard sporten. Voor mij was sport in het begin leuk, maar daarna werd het een vlucht. Sporten daarin had ik controle. Ik kon zo hard mogelijk trainen. Ik kon overal, eigenlijk kon alles om me heen vergeten. Um, het enige wat ik al voelde was gewoon mijn lichaam. En hoe harder ik trainde, hoe meer ik alleen maar gewoon mijn lichaam voelde. En die deed wat ik wilde, dus had ik weer controle. Um, met het moment dat ik chronisch vermoeid werd en ik dat sporten gewoon echt niet meer kon, voelde het alsof eigenlijk iets heel belangrijks van me was afgepakt. En dat is natuurlijk niet zo, maar het was voor mij wel heel belangrijk. Het was een soort overlevingsmechanisme om veel te sporten en heel hard te trainen. En eigenlijk nu pas, uh, en ik ben 35 op dit moment, eigenlijk nu pas echt kan ik weer op een gezonde manier met sporten omgaan. Nu pas kan ik gaan sporten omdat ik dat wil. Niet om weg te lopen. Uh, en ik, ik doe ook. Ik ga ook nog hardlopen, maar niet om ergens van weg te lopen. Maar om tot mezelf te komen. Om te genieten. Omdat ik het leuk vind. Um, en ik heb dan ook een doel waar ik voor train. Waardoor ik daar de discipline voor op kan brengen. Nu pas is die discipline er weer. Omdat ik nu kan sporten vanuit liefde voor mezelf. En op, dat, dat is eigenlijk hoe het met al die dingen waar je discipline voor op kan brengen werkt. Heb jij die discipline om ergens van weg te lopen, omdat het gedreven wordt door een overtuiging? Of heb je die discipline omdat je iets doet wat belangrijk voor je is, wat echt belangrijk voor je is? En natuurlijk, gezond eten en beweging is altijd belangrijk voor je. Maar dat maakt nou juist ook waarom het zo verraderlijk kan voelen wanneer je daar ineens niet meer de discipline voor op kan brengen. Dan heb je een spiegel die jou letterlijk zegt: hé, hey, kijk hier eens naar. Als het jou nu niet lukt om gezond te eten terwijl je dat voorheen veel makkelijker ging. Um, vanuit welke intentie eet je eigenlijk zo gezond? Want dat is hem, hè? We hebben, ik heb vaak zo de neiging om door te slaan in een extreem patroon. wat helemaal niet, niet gezond voor ons is. vanuit de intentie waarmee we dat doen. Maar als jij die echte liefde voor je lichaam kan voelen. Steeds meer en van daaruit gaat voelen waarmee kan ik mijn lijf voeden. Is het zoveel makkelijker om goed voor jezelf te zorgen. Dan gaat dat als van nature in plaats van dat je daar dan heel gedisciplineerd um, voor op hoeft te komen dagen. Um, dus op die manier werkt dat. En hoe meer jij die signalen die je daarin krijgt ontkent uh, en ervoor weg probeert te lopen. Um, hoe duidelijker het eigenlijk wordt... in de zin van dat, ja, dat het niet meer lukt om er de discipline voor op te brengen... dan ben je alleen maar meer aan het pushen. Het kost meer energie om op gang te komen. En op dat moment weet je eigenlijk al van jezelf... hé, hey, ik heb hierin iets aan te kijken... want het hoort niet zo moeilijk te gaan. Vanuit discipline... Um, ja, dat zetten we in wanneer we onszelf eventjes een keer een zetje mogen geven. Het is niet iets wat je de hele dag maar hoort in te zetten... want dan kun je je afvragen... Of jouw leven eigenlijk wel, um, wel passend is bij wie je bent. Het is de manier waarop je je leven inricht. Of dat wel passend is bij wie jij bent en bij wat je nodig hebt. Als je daar iedere keer jezelf voor op gang moet brengen, dat de grootste moeite kost. Um, dan mag daar rust en vrijheid en ontspanning in ontstaan. Dus ik hoop dat het hiermee duidelijker voor je is. Mocht je hiermee worstelen dat je denkt, oh, waarom lukt het me toch niet om op bepaalde momenten discipline op te brengen wanneer je dat eigenlijk wel wil, dan is dat dus vaak gewoon omdat het gedreven wordt door een patroon. En niet door vertrouwen en overgave en rust. Maar. Pas wanneer jij echt geïnspireerd bent en van daaruit denkt: oh ja, dit ga ik doen. Dan heb je soms even een zetje nodig vanuit discipline. Maar over het algemeen kom je op een veel natuurlijkere manier in actie. Um, ja, dat, dat wil ik je meegeven over dit onderwerp. Ik hoop dat dit helpt. Ik hoop dat het dingen duidelijker maakt. En ik hoop dat je hiermee ook aanleiding hebt om echt naar jezelf te gaan kijken: van hey, hoe doe ik dit eigenlijk? En dat dat leidt tot een bepaald stukje bewustwording. Um, als je hiermee aan de slag wil gaan voor jezelf, omdat je het bijvoorbeeld niet ziet, het lastig is om erbij te komen, stuur me een berichtje. Ga bijvoorbeeld naar marinkabeel.nl. Um, je kan altijd een gratis coaching sessie aanvragen. Je kan me ook rechtstreeks een berichtje sturen. En dan uh, denk ik heel erg graag met je mee.